Oké, laat me eens de bril zien. Misschien staat hij mij ook. Ik moet even naar mijn telefoon kijken. Waar is mijn telefoon? Ik weet het niet. Oh, dat meen je niet. Laat zien. Oh, jawel, ik heb hem al. Maar ik heb nu echt niet, zeg maar... Staat je wel erg, Nico? Ik heb... dingen toch. Ik moet nog mijn gezicht en zo doen en mijn haren. Maar deze staat me wel goed, man. Wel dope, man. Vintage. Ik hou daarvan. Nou, dit is dus mijn oudje. Hier trouwens. Hier. Ik heb een deze fluffy jacket. Daarnaast heb ik een hoodie en zeg maar biker shorts. En mijn ballas en blote benen. Ik ben dus onderweg. Morgen is het Black Friday. Dus ik ben benieuwd wat ik ga halen. Ik zeg je heel eerlijk, ik heb altijd zin in Black Friday. Niet omdat er heel veel sale is, want 9 van de 10 keer is er niet eens sale. Dan prijzen ze gewoon af op dingen die al afgeprijsd zijn. Dus 9 van de 10 keer zijn dat ook niet de dingen die je moet kopen. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld van die dingen die er al heel lang staan en die dan niet verkocht worden. Dus wat we dus gaan halen, ja, daar ben ik dus heel benieuwd naar. We gaan het zien morgen. Maar wat ik er wel bij moet zeggen is... Even die lamp uit. Het voelt gewoon heel raar. 2020 en Black Friday. Weet je, heel veel mensen gaan kapot. Gaan failliet. Horeca is dicht. Het is niet net als alle voorgaande jaren. En dat vind ik zo jammer. Dus dan is die vibe natuurlijk ook minder. Want ja, dingen zijn niet open. Je kan daarna niet ergens lekker eten, toch? Ja, toch. Dus dat vind ik ook wel jammer, snap je het? Maar als ik iets leuks vind en het staat me gewoon goed, of ik zie iets, een product of iets, een artikel wat ik echt leuk vind en ik heb het nodig, dan koop ik het zeker. Maar het is niet per se omdat het Black Friday is dat ik iets moet hebben. Ik ben gewoon benieuwd wat ik morgen ga vinden. Ik vind het sowieso leuk, want ik heb lang geleden niet echt geshopt. Maar morgen is dus de day, mocht ik iets zien, dat ik het wel gewoon ga halen. Goedemiddag mensen. Grapje. Ik wilde proberen, maar ging niet. Nou mensen, goedemiddag. Ik zie er een beetje moe uit. Het licht is ook heel lelijk. Maar ik ben nu at the Bijenkorf. Goedemiddag iedereen. Ik ben in de Bijenkorf. Het is Black Friday. Ik ga even mijn outfit laten zien. Oh, wacht. Oké, ik ga even zo snel doen. Goed hoor. Nou, ik heb gewoon deze jas aan. Deze heb ik al heel lang. Wit blouseje, legging, voilà's en sokken. En dit kapje. Ik irriteer me zo erg aan dit mondkapje. Maar goed, ik kom zo terug. Vind je maar grappig dan? Wat is dat? Ik ben leuk. Hé, maar houdoe. Dat zeggen ze in Den Bosch. Droog. In Brabant zeggen ze vaak houdoe. En in... wat zeggen ze eigenlijk hier? Kadde vandoor. Oké. Ik weet nog, Brent, precies vorig jaar... Je filmpje je mondkap erin. Ja, wat moet ik dan filmen? Mijn oog? Mag ik je bril? Die staat echt perfect bij mijn outfit. Ik wil even checken hoe dat staat. Ik heb echt zo'n zakelijke outfit, weet je wel. Sorry, maar kijk, als ik mezelf zie, mijn gezicht is best wel klein. Als ik mezelf zie met een mondkap, ja, weet je hoe ik dan word? Oh nee, ik had me zo'n hond die zo'n kap op. Even erin, het ziet er toch niet uit. Nee, het is niet. Je krijgt er toch magneet van.
Ik zeg het. Ik zeg meiden die echt kapot voor make-up opdoen. No offense of zo, maar je gaat mondkapje dragen. Is toch gewoon zonde. Oh my god, dit ziet er zo leuk uit. Oké, kijk mensen. Oh my god. Maar kijk, weet je wat het is? Ik heb zo'n jas natuurlijk, snap je? Kijk, dit is dan wel misschien... Ja, dit vind ik niet zo top. Maar ik vind zo'n tas vind ik echt leuk. Ze hebben echt leuke dingen. Het wet wordt laat. Ja, toch? Ja. Krijgen we geen... Dag, ochtends zijn we ook open. Zondag en maandag heb ik weer geen huis met allemaal uitgekomen. Oké. Okay. Ook moeten nou, niet... Oh, jullie hebben nog geluk. Niet te hard werken, hoor. Fijn. Doei, doei. Ze moeten op. Maar even eerlijk, hè. Ik heb deze drukte, Bren, heb ik echt gemist. Ik heb nog nooit zoveel mensen in coronatijd bij elkaar gezien om te shoppen en winkelen. Dus dat vind ik wel echt gewoon leuk. Gewoon net als vroeger. De Bijenkorf zou eigenlijk tot 11 uur open zijn. Andere winkels tot 9. Maar doordat de overheid heeft gezegd, dat hebben we net dus gehoord, dat alles om 8 uur moet sluiten, dus alles, letterlijk alles. Ja, moeten we weer eruit. Nou, dat is niet zo fijn. Maar gelukkig heb ik toch iets leuks gehaald. En ik ga straks voor jullie unboxen. Wat doe jij? En ik ga straks voor jullie unboxen. Dus ik zie jullie straks weer. Nou, wij dachten dus dat alles dicht was. Inclusief letterlijk alle tentjes waar je bijvoorbeeld eten kan afhalen. Thuisbezorgd weet niet meer bezorgen. Wat? Oh, nou thuisbezorgd bezorgt dus niet meer. En dat was in de middag wel. Dus we dachten we lopen gewoon langs Fabiana om te kijken of dat open is. En gelukkig stond daar een vet lange rij. Dus wij dachten nou, alles gaat toch dicht om 8 uur. Gaan we gewoon aansluiten. En uiteindelijk hebben we onze Fappie. Dus we gaan zo lekker eten. Serieus, ik maak zulke lekkere pannenkoeken. Dit is toch gewoon perfectie. Mensen, kijk hoe lekker deze pannenkoeken zijn. Ik ga deze nu draaien. Ze zien er echt goed uit. Wacht even hoor. Oeh. Lekker. Wat doe jij? Het ziet er heel grappig uit. Mag ik hem? Oké, okay. My boyfriend vs me. Oh shit. Het leek alsof ik niet aan het puffen was op mijn pannenkoek. Sorry. Dit hartje is zo lelijk. Nou, goedemorgen mensen. Zoals je kunt zien heb ik net pannenkoeken op. En we gaan straks weer naar de stad, want gisteren was het Black Friday. Alleen de winkels die moesten noodgedwongen dicht om 8 uur. Straks weer. Nou, we gaan dus straks weer terug naar de stad. Voordat we naar de stad gaan, wil ik jullie nog iets laten zien. Want ik heb weer iets ontvangen van Chiquelle, een pakketje. En die ga ik even met jullie unboxen. Kijk, deze. Dit is een trui, een groene trui met een capuchon. Even kijken. Ja, deze stof look like always stretchy en fijn. Dus dit is echt iets chills om te dragen. Zit super comfortabel. Dat is dus de eerste. De stofjes van Chiquelle, echt oprecht hè. Ze zitten echt fijn. In mijn video's heb ik laten zien dat ik een legging had gekregen. En die stof, die heb ik nog nooit eerder gezien. En als laatste dit blouseje. Je ziet het natuurlijk niet omdat ik hem niet aan heb. Maar hij heeft van die knoopjes hiervoor. En je kan hem strikken met de touwtjes. Ik moet het eigenlijk laten zien. Wacht. Ik ga hem gewoon even aantrekken. Gewoon zo. Kijk. Oké, nu heb ik dus een oversized hoodie aan. Maar dan zet je hem zo en dan kan je hem hier.
kan je hem strikken zo. Met die knoopjes zo. Dus dat is eigenlijk het idee. Dit is gewoon een jurkje wat je gewoon eigenlijk altijd in je kast kan hebben. En op alle gelegenheden kunt dragen. Dus dat is wel echt chill. Super comfortabel. Dus dat is de tweede item. En de laatste. Dit is een blouseje. Ik denk dat de meeste van jullie wel zo'n blouseje kennen. Dit is echt een hele mooie blouse. Hij is getailleerd van achter. Dus waardoor je zeg maar je taille een beetje kunt zien. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat of in de zomer is het gewoon nice om wit te dragen. En zo'n jurkje is dan perfect. Zo, dus dat waren eigenlijk de items die ik heb ontvangen. En met mijn kortingscode DANNYCHAT20 krijg je 20% korting op het hele assortiment. Dus dat is wel fijn. Ik zal de linkjes in de beschrijving zetten, zodat jullie gemakkelijker op kunnen klikken. Mensen, trouwens, als jullie echt een super chille legging willen van Chiquelle. Dat is zo'n fijne stof, oprecht. Ik heb nog nooit zo'n fijne legging gedragen. En ik hou ervan om een oversized hoodie te dragen met een comfortabele legging die niet continu afzakt. En als je hem was, dat die ook gewoon nog steeds een goede kwaliteit heeft. Dus ik zal dat linkje ook hieronder zetten. En ik zal later in de video laten zien over welke legging het heb. Dat is trouwens die groene en die heb ik in verschillende kleuren. Olijfgroen volgens mij. Ik heb hem in het beige, bordeaux rood en groen. Maar mensen, dat is echt zo'n chill legging. Mochten jullie die willen, ik zet het linkje hieronder. En vergeet mijn kortingscode niet. Ik wilde trouwens nog één ding zeggen. Ik ben mijn agenda vergeten. Dus ik heb niet kunnen noteren wat ik allemaal heb gegeten. Want gisteren bijvoorbeeld heb ik Fabiane op. Maar daarentegendeel had ik heel weinig op in de ochtend. Het is nu 10 uur, mensen. Ik zou eigenlijk zo meteen gaan douchen. Want dan konden we gelijk naar de stad gaan. Om de laatste dingetjes te halen. Maar ik was best wel vroeg wakker. Rond 1 uur of 7 uur of zo. En ik sta meestal ietsjes later op. Dus ik kak nu eigenlijk weer een beetje in. Maar ik wilde dus die kleren van Chiquelle laten zien. Want ik ben daar echt blij mee. Dus ik ga nu even snel dutje doen. Ik weet niet of dat snel gaat. Maar goed, we zullen zien. Mensen, ik heb heerlijk geslapen. En we gaan nu dus naar de stad. Wow. We hadden dus gisteren een bril gehaald. Alleen er was iets met het schroefje. Die zat niet zo super strak. Dus die gaan we nu even terugbrengen. Zodat ze hem wat strakker kunnen zitten. Wow. Hey. Gewoon rustig uit ze. Dus ik zie jullie straks. Goedemiddag mensen. Het is alweer de volgende dag. Ik ben net terug van de stad. Ik heb net een bruisbal gekocht. Want ik ga zo meteen lekker in bad. Ik heb het echt super koud. Mijn handen zijn bevroren. Dus, want ik was met de step. Ik zie er echt niet uit. Ik besef niet dat ik zo naar de stad ben geweest. Maar dit is gewoon mijn pyjama. Met een, zeg maar, dit is een jumpsuit. Hij loopt helemaal door tot boven. En dat is veel te koud. Dus ik heb gewoon een pyjama erbij aangedaan. Oh, hij ruikt echt lekker. Hoe heet deze? Mensen, voordat ik in bad ga, ga ik jullie mijn nieuwe item laten zien. Oké, ik heb hem eigenlijk al eerder opengemaakt. Maar ik doe gewoon alsof ik hem nog niet heb opengemaakt. Dus ik ga hem gewoon even snel laten zien. Voordat ik in bad ga. Een item had ik eigenlijk nog niet. En ik hou heel erg van petjes, maar ik draag het eigenlijk nooit. En hoedjes vind ik wel leuk. Dus ik heb deze gehaald. Van de nieuwe collectie. Toch? Dit was een nieuwe collectie of niet? Zeker. Kijk, weet je wat zo cool is? Moment. Oké, even snel zo. Wow, ziet er best wel goed uit van boven. Beetje vettig, maar dat maakt niet uit. Ik ga hem even laten zien. Cool, hè? Oké. Nou, ik heb dus dit hoedje gehaald. En wat zo dope is aan dit ding, is dat je hem zeg maar zo kan dragen. En zo, dus... Kijk hoe leuk voor de zomer. Of lente, of herfst, of winter. Of altijd. Kijk hoe dope. Je kan hem gewoon van twee kanten dragen. Zo en zo. Dat is eigenlijk 2 in 1. Kijk hoe pretty. I like this. Weet je wat grappig is? Ja, breng eens je oudje. Mensen, weet je wat zo dope is? Mijn vriend heeft een outfit met dezelfde print. Dus hoe leuk is het als je dit gewoon bam rockt. Breng eens even, Bren.
Ik ga laten zien. Dat is echt leuk. Al heel weekend super vrolijk. Want ik heb een pakketje gehad van Chiquel. En daar ben ik echt blij mee. Ik heb dit hoedje. Ik heb een bruisbal. Ik heb... Oh ja. Ik heb nog andere... Ik heb nog een andere broek gekocht. Bij... Waar had ik dat gehaald? Wow, I'm so excited. Waar heb ik dat gehaald, Bren? Ik had een broek gehaald, toch? Oh ja, bij Bershka had ik die gehaald. Ik had zeg maar een giftcard gekregen, super lief. Kijk, ik ben zo blij met dit ding. Want ik heb nog nooit zo'n broek. Weet je wat het is? Ik ben klein. Ik ben niet super lang. En ik heb dus een broek gekocht bij de Bershka. Ik ben zo blij met deze broek. Want ik draag nooit, maar dan ook echt nooit spijkerbroeken. Ik heb wel een tuinpak, maar die draag ik ja, bijna nooit eigenlijk. Oké, ik zeg niet dat ik nooit draag, maar bijna nooit, laat ik het zo zeggen. En ik heb deze broek gehaald. Wacht, ik doe hem even dicht. Wat zeg je? Ik ben echt blij met deze broek. Ik ben altijd blij. Deze broek van de Bershka. Een spijker flare broek. Dus onder is hij lang. Maar waarom ik zo blij ben. Mijn broeken zijn altijd lang. Altijd. Ik moet ze altijd inkorten. En nu, deze is gewoon perfect. Dit is maat 34. Ik dacht eerst dat ik 36 had. Omdat ik een beetje ben aangekomen. Maar gelukkig heb ik nog steeds 34. Dus ik ben super blij met deze flare broek. Van spijker. Dus ik ga ook weer gewoon... Ja, gewoon netjes spijkerbroeken dragen in plaats van alleen maar jongensbroeken en leggings. En los daarvan, deze broek zit super fijn. Ik ben zo blij met deze broek, oh my god. Ik overdrijf of niet. Weet je wat het is? Ik ben gewoon blij en dankbaar. Weet je wat het bij mij is? Ik ben heel moeilijk met broeken. Daarom hou ik eigenlijk niet zo van broeken. Maar op het moment dat een broek echt super chill zit... En ik hoef hem niet zelf te laten inkorten. Dan ben ik gewoon blij. Omdat ik ja, gewoon een broek heb kunnen vinden wat mij past. En ik heb dus deze gekocht. Deze heb ik trouwens gisteren aangedaan. Is ook een topje van de Bershka. Het is een soort kropachtige shirt met lange mouwen. Zit super fijn, kijk. Staat trouwens ook echt dope met die spijkerbroek die ik heb gekocht. En die is een beetje high-waisted. Kijk mensen, ik heb nu zeg maar dit hoedje op. En ik pak even outfit van mijn vriend. Hoe leuk is dit? Het matcht gewoon zo leuk. Precies hetzelfde, hè? Alleen dit is van Louis Supreme. Maar goed, de stof komt gewoon overheen. Dus allebei van spijker. En even serieus, hoe leuk is het, Bren? Als jij dit aan hebt. En ik heb dit hoedje op. Hoe leuk is dat? Oh, ik moet hem trouwens zo dragen. Nee, wacht. Moet hij nou zo, toch? Ja. Ja. Maar het is zo gek, want dit... Hé, hey, ik kan dit misschien ook aan. Ja, klopt ja, wat je zegt. Ja, doe eens aan, dus dat. Hoe het mensen erop maken. Hoe staat doe dat? Een supreme met, ja, dat is wel... Dan ga ik je outfit stelen. Doe eens aan, ja. Outfit stelen! Ja, dat is wel happy, man. Ik zit allemaal te zeggen dat ik het echt leuk vind als wij gewoon matchen. Dan kan je het goed zo aan, maar ja. Oh my god, wat? Ik ga stuk. Ik heb nu die jumpsuit aan, maar wacht. Ik ga stuk. Oh, je bent wel kouder, man. Hoe leuk is... Ja, maar jij... Oh, wacht. Wat? Ik ga deze wel je claimen, man. Die staat daar gaan rekken met die... Nee, kijk, jij hebt de broek hiervan. Dus dan doe jij de broek aan, bijvoorbeeld. Ja, ja, ik overdrijf maar gewoon, hoor. Maar in ieder geval, dit ding in de zomer, dit is voor mij gewoon een soort jurk. Als ik dit met een bikershort aandoe... Ja, en dit hoedje. Maar weet je wat het is? Dan vind ik het te. Nee, als je gewoon... Nee, dit hoedje onder... samen met dit vind ik te. Dus dan draag ik hem bijvoorbeeld liever yeah. Zo. Ja. Want ik hou weer niet van te. Dat vind ik... Vind ik niks. Kijk, dit is wel dope. Ja. Ja, je kan het trouwens met alles hoor. Dit is wel reversible. Doe eens andersom. Hoe? Zo. Ja. Je kan dit hoedje eigenlijk met alles dragen. Dit is wel dope hoor. Kijk van achter. Sorry mensen, maar ik had echt even mijn moment. Nou weet je, ik trek alles gewoon uit. Ik ga lekker ontspannen en dan zie ik jullie later weer.